Goedemorgen, met Brian in de tuin. Vandaag heb ik een middel gemaakt tegen witte vlieg en bladluizen die voorkomen op verschillende groentesoorten. En dit zijn de drie ingrediënten die ik nodig heb. Konoflook, driehoekzeep en babyolie. Het mag ook vegetarische olie zijn, maar het maakt niet uit. En mijn lepel. En dit is het middel wat ik heb al gedaan. Want eerst ga je de konoflook fijn stampen. Helemaal fijn stampen. En 24 uur laten staan in water. Maar als dat niet lukt, kan je hem wel koken met een beetje water en later verlengen met 2 liters water. En ik zet van deze driehoekzeep zet ik 2 theelepels erin. Los ik het op met warm water. 2 theelepels van mijn olie, wat ik ga gebruiken, namelijk de babyolie, los ik ook op. En alles wordt hierin gedaan. En dit is mijn mengsel. Wat ik heb gemaakt van konoflook, vloeibare zeep en babyolie. En dat zet ik hier in deze kleine spuitkan. En dan gaan we spuiten. Hier zijn al mijn groentesoorten die ik plan. Kijk je hier. Ziet je? Hier. Dit doe ik om de 3 dagen. En dat checken we weer. En daarna weer om de 3 dagen doe ik het. En dan 1 keer per week. Dus om de 7 dagen wordt het gedaan. Maar ik doe het liefst op de zondag. Over algemeen doe ik dit gewoon op de woensdag in de avonduren. Dus daar, zo wordt het gespoten. En dat is tegen de witte vlieg en de bladluizen die de plant aantasten. Dan heb je minder problemen. Kijk nu. Ik heb het niet zoveel die witte vlieg achter mijn tomaten zo, of die bladluizen. Helemaal niet. Omdat ik het elke keer spuit. En wat niet goed is, wordt eraf geknipt. Kijk nu. Kijk, net als dit zo, dan knip ik hem af. Later zal ik dat doen. Okay. Dus weinig last van witte vlieg en bladluizen. Dit is toevallig mijn soproppel die aan het ranken is. En toevallig zit er al een soproppel eraan. Hier. Dit zijn de vliestomaten die nu volop komen. En dat is het voor deze zonnige morgen in de tuin bezig zijn.
de groente te bespuiten met knoflook, gemengd met vloeibare zeep, gemengd met een beetje babyolie.